Kavita Debidin, RR-lid van Rainville, die gaat er van het jaar wederom een aantal gezinnen blij maken met een levensmiddelenpakket. En het prachtige aan dit sociaal project is dat de donaties komen van particulieren, niet uit het bedrijfsleven. Het zijn vrienden, het zijn families, het zijn collega's van het werk die het mogelijk hebben gemaakt dat 40 gezinnen een pakket ter waarde van 1200 tot 1300 SRD krijgen. En dat is voor de komende feestdagen. We spraken met mevrouw Debidin, die veel meer vertelt over haar sociaal project. Wat krijgen ze van u, mevrouw Debidin? Ja. Goedemiddag iedereen. Zoals u zelf ziet, de producten heb ik hier uitgesteld. En moet ik, kan ik een paar dingen opnoemen, ja. Dit is alles. Ik zou de producten en de namen ook gelijk willen doorgeven van wie wat heeft gesponsord, als dat mag. Ja? Uien en aardappel, dat heb ik van verzekeringsagent Batlu gehad. Meneer Adesh Lala, hij is ook een verzekeringsagent bij Parsasco. Hij heeft voor alle pakketten een grote blik sardin gegeven. Meneer Kalikadin, ook een verzekeringsagent van Parsasco. Hij heeft een badzeep voor elk pakket, hè? En een fles azijn gegeven. En meneer Jinko, ook een verzekeringsagent van Parsasco. Hij heeft voor elk pakket een stroop, orchadestroop gegeven. En dan ga ik naar mijn collega's. Mevrouw Gita Agaibersing. Zij heeft ervoor gezorgd dat elk pakket een kilo suiker krijgt. Dion Palenberg, die heeft ervoor gezorgd dat elk pakket een kilo zout krijgt. Jimmy Chotkan, die heeft een pak Maggi-blokjes gesponsord. Shakita Gourdin, zij heeft ervoor gezorgd dat elk pakket een pakket sausage krijgt. Kijk dit hier. Sulakshna Gudun, zij heeft ervoor gezorgd dat elk pakket een pakket thee krijgt. Sarissa Huisraad, zij heeft voor blom gezorgd. Elk pakket krijgt een kilo blom. En Worsha Ozaan, zij heeft een geldsbedrag gegeven. Dus dat heb ik bijgepast en race gekocht. En dan ga ik naar families, die hebben geholpen. Sandhya Gudun, die heeft ervoor gezorgd dat elk pakket een blik bruine bonen heeft gehad. Sila Bhagwan, getrouwd Gudun. Zij heeft ervoor gezorgd dat elk pakket een blik doperte krijgt. Mijn mama, Nanda Bhagwan, die heeft ervoor gezorgd dat elk pakket een fles laksoi krijgt. Een pak masala en toiletpapier, 6 stuks. Meneer André Ramoutaar, die heeft ervoor gezorgd dat elk pakket een zonnebloemolie krijgt. Tandpasta van het merk Golgi. En 1 kilo gele erwten. En zoon en schoondochter van meneer André Ramoutaar, die zorgt ervoor, heeft ervoor gezorgd dat elk pakket een dishwasher krijgt. Ketchup en mayonaise. En dochter van André Ramoutaar, die heeft ervoor gezorgd dat elk pakket een grote kersbrood, boter en een kilo knoflook krijgt. Mevrouw Ingrid Gobardan, van haar komt dit, hè? Janita's cookies. Dit maakt ze zelf. En ja, en dan heb ik een heel goede vriendin van mij. Zij heeft ervoor gezorgd dat elk pakket een stukje kaas kreeg. Norma Kappel heet ze. En dan heb ik een welwisher. Jij kent haar, maar zij wenst niet in beeld te komen. Ze sponsort altijd heel groot, hoor, maar ze wenst niet in beeld te komen. Zij heeft een kilo poederzeep gegeven. Een pak speculaas. En die grote tassen. En die grote tassen om te... Oh.
En daar heb ik een ander welwisser. Zij heeft ook voor gezorgd dus een geldsbedrag. Mm-hmm. Want een pakje 5 kilo kost veel geld. Dus één persoon kan dat niet doen. Hè. En dus zij heeft ervoor gezorgd dat ik rijst heb gezet. Dus dat geld heb ik gebruikt om rijst te kopen. En meneer Ronnie Barden, die heeft ook wat geld gegeven. En politiek figuur, meneer Prashant Baldeo, hij heeft ook bijgedragen. Dus deze drie mensen, vier mensen hebben bijgedragen dat ik een 5 kilo rijst heb gekocht. En ja. En DNA-lid meneer Wang, hij heeft ervoor gezorgd dat hij het pakket een liter sap kreeg. Mm-hmm. Hoeveel producten in totaal? Ik heb 32 producten in mijn pakket. Okay. Ja. En u hebt gezegd, vanwege de sponsoring heeft u ook kunnen verruimen. Vorig jaar had u aan 20 gezinnen kunnen overhandigen. 40 pakketten ga ik doen. Ja. Mm. Wat is de waarde? Zo, de meeste mensen hebben de producten gegeven. Dus ik schat dat een pakket om en bij tussen 1200 en 1300 SRD kost. En u hebt de 40 gezinnen al geselecteerd? Jawel, vorig jaar had ik al een bestaande lijst. En dat ga ik ook nu aanvullen met mensen. Dus we moesten voor de overheid tweede ronde doen, hè, voor pakkettenregistratie. En niemand uit mijn groep van de tweede registratie had een pakket gehad vorige keer. Want er was een hele issue met bureau eenheid. Ja? Dus niemand uit die selectie had een pakket gehad. Dus daaruit ga ik de 60-plussers selecteren en dan ga ik hun blij maken met een pakket. Ja. Bij het selecteren van een gezin, waarop let u? 60-plussers ga ik geven, want ze hebben het heel zwaar, AOV. En mensen met een beperking. Aan die groep ga ik een pakket geven. Ja. En wanneer start u? Want dit is in verband met de kerst. Ja. Vanaf morgen ga ik die pakketten alvast afgeven aan de mensen. En dat gaat u persoonlijk doen? Jawel. Jawel. Ja. Wat wenst u? Want ik bedoel, dit is prachtig om te zien. Mm-hmm. Dat door samen, want dit is een team effort. Mm-hmm. Ja, dat mensen toch welwissers zijn in deze uitdagende tijden. Dat mensen dit toch over hebben voor hun medemens. Wat wilt u van hieruit aan alle donateurs zeggen? Ik zou ze, van hieruit wil ik ze allemaal bedanken. Weet u, want ze hebben het ook moeilijk. En zoals u zelf ziet, zijn geen bedrijven. Hè? Het zijn individuelen. Het zijn collega's van mij ook. Die wil ik echt hartelijk bedanken. Want zij hebben het ook heel zwaar. Maar dan nog. Zij waren ze bereid om te sponsoren. Hè? Dus ik ben ze heel erg dankbaar. Ik wil mijn gezin ook heel hartelijk bedanken. Want zij hebben me ook heel veel geholpen. Van bij inkopen, inpakken, alles doen. Dus ik ben ze heel erg dankbaar. Ieder ben ik heel erg dankbaar. Ik zou ze zeggen van, blijven jullie me ondersteunen, zodat ik nog meer projecten kan realiseren voor Resort Rainville.